In een persbericht van 4 mei 2011 liet de gemeente Nieuwkoop ons weten dat wethouder Jelle Moraal, die hier naast me zit, is afgetreden. Vertel eens. Ja, het ging niet meer zo lekker. Ik heb de redenen daarvan ook aangegeven in het persbericht. Dat ik het gevoel heb dat de steun die ik ook nodig heb om goed te kunnen functioneren, dat die vooral vanuit mijn eigen achterban, eigen politieke achterban, Progressief Nieuwkoop, dat die onvoldoende is. Waar bleek dat dan uit? Nou, dat blijkt onder andere uit dat je nogal forse discussies hebt. En dat gaat dan over de vraag, waarvoor zit ik daar? Zit ik daar nou primair om alleen de belangen van Progressief te vertegenwoordigen? En dus het verkiezingsprogramma uit te voeren? Of zit ik daar om het collegeprogramma uit te voeren waar de coalitie zich aan gebonden heeft? Mijn opvatting is dat het laatste zo is. Ik voel mij natuurlijk verbonden met het gedachtegoed van Progressief. Progressief Nieuwkoop. Neem ik ook geen enkele afstand van. Maar het kan niet zo zijn dat één partij alleen maar haar zin doordrijft op bepaalde zaken. En daar leek het soms een beetje op dat men daarop uit was. Hoe voelde deze beslissing voor uzelf als persoon? Dat was een heel moeilijk besluit. Dat heb ik ook niet lichtvaardig genomen. Er is ook geruime tijd overheen gegaan bij mezelf en ook overleg over gevoerd waar doe ik nou het beste aan. En ik heb ook mijn uiterste best gedaan om dat te overwinnen, dat gevoel, en goede afspraken te maken. Maar helaas heb ik tot die conclusie moeten komen. En dat voelt toch als een nederlaag. Progressief Nieuwkoop en Jelle Moraal, het ging altijd hand in hand samen. Ja, dat dacht ik ook. Maar de laatste tijd is gebleken dat toch steeds minder het geval werd. Helaas. Hoe ziet de toekomst er nu uit, denkt u, voor Progressief Nieuwkoop? Nou, ik denk dat u dat vooral aan hun moet vragen. Dat is niet op dit moment mijn eerste zorg. Ik wil er nu voor zorgen dat ik mijn werkzaamheden zo goed mogelijk afrond en klaarmaak voor overdracht aan een opvolger. En het is aan Progressief om te kijken hoe ze hier verder mee gaan. Hoe heeft het college hier zelf op gereageerd? Zeer teleurgesteld. Ik heb heel veel steun ervaren van mijn collega's. We zijn een goed team, we werken goed samen en er zijn natuurlijk verschillen van inzicht, maar die zijn tot nu toe altijd overbrugbaar gebleken. En men vindt het buitengewoon jammer dat ik ga vertrekken. Wat houdt dit in voor het college nu? Het college wacht nu in eerste instantie even af wat het overleg binnen de coalitie gaat opleveren. En het college zelf staat open voor overleg. Het betekent dat u nog een maand in het gemeentehuis te vinden bent? Het is in de gemeentewet zo geregeld dat na de aankondiging van je ontslagaanvraag dat je nog maximaal een maand beschikbaar bent om je functie uit te oefenen. En de verwachting is dat binnen die maand een opvolger wordt aangewezen. En dan draag je over. En dat kan over een week zijn, dat kan ook over een maand zijn. Dat weet ik niet, ligt niet in mijn hand. De gemeenteraad is nu aan zet. Ja, de gemeenteraad is aan zet. En in eerste instantie de huidige coalitie, de vier partijen die dit college gevormd hebben, die zullen in overleg moeten kijken hoe ze hiermee omgaan. Hoe gaat u er zelf mee om? Dat is nog een hele worsteling hoe je hiermee omgaat. Het is niet leuk om zoiets te ervaren. Ik vind het ook heel teleurstellend, want ik heb het idee, en dat wordt ook bevestigd door mijn omgeving, dat er heel veel goede dingen ook door mij op de rit zijn gezet. Ik heb een lastige portefeuille, ingewikkelde, complexe zaken. Het duurt een tijd voordat je daar goed in thuis bent. En voor mijn gevoel was ik nu langzamerhand aan het oogsten. Hè? En meer dan inwerken en studeren. Dat wordt nu onderbroken en dat vind ik buitengewoon jammer. Het was een korte periode, maar op welk iets in de gemeente Nieuwkoop kijk je dan positiefst op terug? Wat u heeft bereikt? Wat ik heb bereikt, naar mijn mening, is een hele goede samenwerking in het college. Hele moeilijke zaken, die moesten we onder ogen zien. Bijvoorbeeld bezuinigingen. Daar hebben wij, vind ik, goede voorstellen voor gedaan. Hoe moeilijk dat ook is. Ook de reorganisatie van de sociale dienst, waar ik eerst verantwoordelijk voor ben vanuit het college. Dat staat goed op de rit. Dat gaat ook lukken. En daar kijk ik heel positief op terug. En zeker ook, niet alleen op de samenwerking binnen het college, maar ook op de hele goede ondersteuning die ik vanuit de ambtelijke organisatie heb gekregen. En de hele goede samenwerking met het ambtelijk apparaat. Zet u hiermee ook een streep onder uw politieke carrière? Ik ga me daar nog eens rustig op bezinnen. Dat was niet het eerste waar ik mee bezig was.
Het gaat mij vooral om hoe komt Nieuwkoop verder, hoe Nieuwkoop moet bestuurd worden en moet goed bestuurd worden. Ik heb daar een bijdrage aan mogen leveren, daar ben ik ook dankbaar voor. Maar ik had gehoopt dat dat nog wat langer had mogen duren.